Hey iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de Vintage Week. Ik ben met Bonnie. Hey Bonnie. Vandaag gaan we outfits zoeken, maar met een beetje een twist, want we hebben allebei een handicap gekozen, zeg maar. Mijn handicap wordt dat ik niks zwart mag kopen of passen, want ik koop altijd zwart, zoals jullie weten. En Bonnie, die mag. Ik mag dus geen broek, want ik draag vooral in de winter eigenlijk bijna elke dag een broek. Soms denim, soms flared, maar wel echt, eigenlijk altijd een broek. En nu dus mag ik dus geen niet. Broek. Dus het moet dan toch een rok of een lange jurk of een korte jurk kan ook. Maar dat wordt wel lastig. Dus dat wordt de challenge. Ja. En voor mij wordt het echt lastig om geen zwart te kopen. Ik heb een keer geen zwart aan, maar het is een ding. Dus, jij hebt wel een zwarte broek nu aan, hè? Ja, ik heb wel. Ja. Dat mag straks ook niet. Dat mag ook niet. Oh my god. En we zijn trouwens in Rotterdam bij Piek Fijn. En ik heb er heel veel zin in. Ik ook. Ben benieuwd. Oh, en vergeet nog iets. Aan het einde willen we nog een soort van finishing touch doen met een jas. Maar ook dat is een challenge, want die gaan we geblinddoekt. Dat wordt heel erg. We hebben net een mooie outfit en dan moeten we geblinddoekt een jas uitzoeken. Misschien komt het goed. Misschien. Ja, of we verpesten het helemaal. Ja, helemaal. Maar dat is wel grappig. Ja, okay. Dus dat gaan we doen. Dus, let's go. Down on me today, on me I say. Kijk, we zijn team flared vandaag. Ja, sowieso. Team flared always. Oké, we beginnen. Oh my god. Dit zou ik nooit dragen hoor, maar dit vind ik wel heel grappig. Ik ook. Sommige mensen zouden het echt staan. Oh, kijk, is het een soort verkleding? Wat? Nee. Huh? Of voor een kind? We beginnen met jou. Misschien moet ik gewoon maar eerst bij de rokken en zo. Ja, want je hebt geen keus. Ja. Want als je ik ga niet in mijn onderbroek. Nee. Maar kijk, wat je misschien kan doen is een jurk en dan een trui eroverheen of zo, weet je, of een rokje en dan. Dat vind ik leuk. Ja, dan gaan we. Gaan we ik ga Bonnie wel een beetje helpen, want anders. En zij gaat mij ook helpen, want anders wordt het een mes. Ja. Oké, okay, she found them. Ja, kijk, ik ben best wel van dit soort een beetje herfstkleuren, maar ik hou ook wel van pastel en zo. Oh, pastel. Maar bijvoorbeeld echt zo van die. Ja. Dit is echt zo'n gala jurkje. Je moet het ook niet hebben. Dit is best wel cute. Hoe zou dit staan als je. Oh ja, dit is leuk. Die is echt. Oh, maar die is ook echt cute. Ja, maar ik weet niet hoe dit valt als je. Nou, zeg maar zo. En dan heb je een soort dit. Ja, maar en dan het kan ook een beetje suf zijn. Weet je wat leuks met zo'n ding? Dr. Martens, gewoon. Misschien zien we zo wel stoer. Ja. Wacht, pak anders ook deze. Ik weet niet, misschien wordt dit nou juist een beetje suf. Ja, maar. Maar ik vind de onderkant zo schattig. Ja. I love dit it. Dit is ook meer voor nu. Ja. Dit is meer zo. Dit is zomer. Oké, we gaan voor dit. Ik dacht even dat het leuk was, maar dit is denk ik wel echt te groot. Ja, nee. Nou, maar als je hier een trui overheen doet, is de rok wel leuk. Ja, want ik vind dus dit niet zo leuk. Nee, ik ook niet. Waarom valt het zo raar? Maar ik bewaar hem gewoon. Top, top, top. Ik zag dit, maar ik dacht, is dit een pyjama? Ja, dat is lekker Burberry. Neppe. Oh, echt? Oké. Okay. Ja. Nou, jongens, het is hier wel echt super goedkoop. Nou, ik vind dit is wel goedkoop, maar soms heb je bijvoorbeeld het rare hoedje wat ik net op deed. Die was hoeveel? 5 euro. Dat vind ik dan weer een beetje duur. Dat vind ik ook een beetje duur. Misschien, oh, zwart. Ja, jij mag hier zwart. Mag jij niet kijken. Nee, ja, jij mag wel voor mij. Oh, ik zou dit echt nemen. Ja, ik niet. Ja, ik draag dus niet zoveel zwart. Eigenlijk het liefst wil ik hier een coole oversized trui op. Ja, ja, ja. I'm feeling it. Zullen we truien kijken? Ja, let's go. Misschien zelfs mannentruien gewoon. Wat is de mannen? Oh ja, daar. Ja, daarachter. Maar wil je geen zoiets of zo? Ja, erop. Dit is ook leuk. Wat kijk. Heel leuk. Dat is best wel cute. Oeh. We kunnen ook verschillende dingen passen gewoon. Ja, dat kan wel. Dit zou ik letterlijk dragen. Ik ook. Oh my god, dit is echt een vondst. Het ligt een beetje slecht hier, jongens. Dus het is niet. Is het gebroken wit? Het is gewoon een beetje verwassen. Verwassen wit. Dit vind ik dus, dit is ook wel echt mijn stijl. Oh, ik vind dat ritsje ook wel grappig. Ja. Wat vind jij van zo'n ritsje? Even. Kijk even. Oh my god. Ja, vind ik leuk. Ja, ik heb nu trouwens dit aan. Even lekker vintage. En het is ook met zo'n. Wat is dit? Kijk, het is ook met zo'n ritje. Oh ja, dat is precies zo. Het is gewoon zo'n. Bonnie heeft ook daar vintage ding aan. Ja. Ja, echt zo. Maar dit is nu niet leuk bij de auto. Maar je kan hem wel gewoon pakken. Ja, dit is misschien wel leuk voor mezelf. Ja. Leuk zo. Gewoon precies. Nice. Girlfriend. Maar wat zou op deze leuk zijn? Die bruine. Ze kun je al twee outfits maken. Ja, in dit tempo. Dus ik vind deze echt. Echt superleuk. Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Misschien toch meer een kleur. Of niet die rode, hè? Nee. Ja, of een soort cool jackje of zo.
Ja, dan moet je met je blindfold doen. Oh god, ja, dat is waar. Dan ga ik dan hier iets voor kiezen. Kijk, dit is gewoon zo'n basic. Basic, dat is wel echt basic. En is een beetje... Ja, ik hou er op zich wel van. Ja, want dat past wel misschien op... misschien! Ik vind deze wel moeilijk hoor. Ik vind hem ook moeilijk, maar wel echt leuk. En bijvoorbeeld dit is ook niet echt leuk erbij, hè? Hey! Misschien wel. Ik weet het niet. Ik pak dit en zit dit onder. Dat is nog niet helemaal. Ja, als, ja, ik denk dat je het eigenlijk wel hebt, behalve dan... Misschien een jasje dan. Ja, en maar dit? Die mag ik dan nog niet. Dit is echt zo'n beest. Deze is echt mooi trouwens. Ja. Wel XL. Ja, maar lekker oversized. Ja, ik heb bij dit altijd, ik vind dat dan saai als ik het aan heb. Ja, maar onder de, op deze. Oh, dat is wel waar trouwens. Ja. In plaats van die gestreepte misschien. Ja, ik denk dat ze heeft het gewoon al. Is echt niet leuk. Ik ga struggelen, denk ik. Nou, misschien niet. Misschien niet. Ze zijn allebei goed te vinden shoppen. Of zal ik nu nog even een accessoiretje erbij? Ja. Of zullen we nu eerst jouw auto? Is dit? En dit dan? Dit is een granny. Oh. Hey. Nee, dus echt bond. Moet je voelen. Ik vind dat zo naar. Ik vind dat zo naar. Ik word er gewoon naar van. Nou, Bonnie gaat even accessoires zoeken. En misschien laarzen. Misschien een riemtasje. Ja, dit, ik vind dit wel leuk, maar niet voor mezelf. Ook. Nee. Het kan echt leuk staan, zeg maar. Maar kijk, kijk even. Kom eens met je deze. Welke? Deze twee. Kijk. Ho. 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 Kijk. Ja, dat zou best wel leuk kunnen. Hmm. Dit is gewoon een. Hier heb je ook nog tassen. Zo chill, er is bijna niemand. Ja, hè? Zo chill, ja. En dat op een, wat is het, woensdag? Het is donderdag. Oh ja. Ja, ze valt echt mee. Nee, ik zie het niet echt hoor. Als er iets is wat ik niet zou kopen in de kringloop, is de panty. Maar zelfs BH vind ik moeilijk. Vind ja, ik gewoon... ja, je hebt wel eens op rommelmarkten dat je een BH verkoopt met nog een kaartje eraan. Ja, oké, maar dat vind ik anders. Maar dit vind ik een beetje heftig. Want... Ja, vind ik ook. Ik heb nu toch twee leuke outfits. Je hebt echt wel hele leuke outfits, maar je mist natuurlijk nu de blindfold. Ga ik hem nu pakken? I'm not ready. Are you ready? Nee, ja, ik mag ook niet kijken nu eigenlijk. Nee. Nee, het gaat wel. Ja? Ja. Oké, okay, nou je staat voor de jassen. Begin maar lekker daar. Waar? Een beetje aan die kant. Ik ben nu al helemaal gedesoriënteerd. Hier. Maar ik zeg niks verder. Nee. Ja, ik denk toch dat ik een beetje voor zo'n soort suède-achtig iets moet gaan. In de hoop dat het dan leuk is. Misschien dit. Maar ik weet ook gewoon niet welke kleur het is. Oh, het is zo jammer, want ze heeft echt super leuke outfits. Als je nu zo'n soort van ruined. Oh, oh. Oh, dit voelt wel gewoon als een soort normale jas. Wacht even voor. Ik ben bang dat ik nu echt een soort oranje jas heb. Oh, dit, ja, dit vind ik wel... Oh, ik dacht dat die langer was. Ik denk dat dit wel... Hey. Ik de, ja, oké, ik kies deze. Mag ik kijken? Ja. Je hebt echt? You're so lucky today. Kijk, oh mijn god. Gewoon zo'n basic. Oh, dit valt heel erg mee. Jassie. Ja, oh oké. Okay. Weet je wat je net zei? Nee. Wat je wilde pakken? Dit. Oké. Okay. Waar ga je beginnen? Ja, ik mag dus geen zwart, hè. En ik zie dus heel veel zwart. Mm-hmm. Dus ik ga maar gewoon... Ik ga maar gewoon. Ik weet het niet. Ik heb helemaal geen look in gedachten. Maar ik hou wel van kooltruien en zo. Dus misschien... Oh, dit is wel heel groot. Shit. Ja, die is wel groot. Die is wel een beetje te groot. Mm. Draag je ook wel eens felle kleuren eigenlijk? Qua fel, qua wat? Zeg maar zo fel rood. Nee. Of... Nee, want ik zie jou ook gelijk een beetje zo naar crème en zo lopen, ja, als je crème, geen zwart mag. Bruin, ja. Ja, ik vond dus dit wel grappig, maar dan moet ik wel echt iets, een toffe broek of zo. Want ja, maar een leuke man saai jeans of zo, draag je dat wel eens? Ja, jawel. Misschien wel hoor. Kijk, als je hem ik zo vind dit echt broek... leuk. Ja. Ik zou hem alleen niet kopen omdat hier een vlekje zit. Maar goed, dat maakt voor nu niet uit. Okay. Kijk, weet je wat het is met vintage shoppen? Alles, of sowieso met shoppen, alles in je broek is leuker. Ja, dat is echt waar. Vind ik ook. Altijd. Misschien is dit. Nee, dat is een beetje saai. Kijk, ik vind hier met dat ritsje wel cool hoor. Ja, ik ook wel. Ik wil nu weer even kijken. En bijvoorbeeld zo'n soort lila of zo. Vind je dat niet leuk? Ik vind het leuk, maar ik vind het gewoon niet... Ik denk dat Bordeaux nog best wel zo staan, maar... Ik weet het wel zeker hoor. Dat zou je superleuk staan. Ja, ik durf niet. Ja, dit is echt zo basic, maar... Misschien ga ik bij de mannen, want ik koop eigenlijk best wel veel dingen bij de mannen. Dus misschien
vind... Oké, okay, nee. Leuk. Ja, hier hebben ze wel lekker grote trui. Dat mag jij niet. Wow, ik kreeg gewoon een schok toen ik je aanraakte. Oh ja, dat is echt gewoon zo van nee. Ja, echt zo'n teken. Zie je, ik ben echt zo gewend om zwart te kopen. Oké, ik was alweer vergeten. Echt grappig. Kijk, ik vind dit dus cool, maar dit vind ik dan minder. Maar ik vond dit echt cool. En als ik vind het wel wat hebben hoor. Ook dat printje vind ik wel grappig. Het is wel grappig, maar het is veel te groot. Kijk even. Ja, die kan je echt als een soort jurk aan. Sweater dress. Ja, sweater dress. Maar dan wel een beetje een raar model. Ja, nee, het is toch net niet. Ik zie hier weer iets bordeaux. Ja. Misschien nog een duikpak? Voor als je gaat duiken. Duikpak? Bon gaat niet heel soepel. Maar ik heb echt hoop op een hele leuke broek hier bijvoorbeeld. Zullen we eens de broeken kijken? Het is echt te groot. Zie je dat? Dat is dus altijd. Maar zelfs voor jou is dit te groot, toch? Zeker. Ik vind dit ook wel grappig. Ja, ik vind het ook wel leuk, maar het is het gewoon niet. Snap je? Snap. Wat is dit? Is dit een jurk? Nee. Even. Oh, dit is leuk. Ja, hij is wel echt een beetje gedragen. Zal ja. Moet je kijken. Klopt. Maar kan het... Wacht. Wel heel kort, hè? Of niet? Nou. Wat is dit? Ja, ook een soort beige broek. Bij mij gaat het zoveel minder makkelijk dan bij jou. Ja, hè? Oh, deze is best wel leuk, hoor. Ja. Oké, we gaan even naar beneden, want we hebben een insider's tip dat daar een fanny pack ligt. Running. Dus heb je daar ook accessoires in, een soort kast of zo? Ik weet niet zeker. Oh ja, hier misschien. Nice. Ja. Ik ga zo'n vintage bril doen. Oh, wat grappig. Die is wel sterkte, of niet? Ik weet het niet. Dan zie je waarschijnlijk echt niks. Oh my god, ja. Echt wat. Nee, die bril vind ik wel heel cool ook. Het staat er wel bij. Maar dan zie je wel echt helemaal schil, denk ik. Omdat je gewoon niet goed... Ja, ik denk het ook. Ja, kom maar. Maar Bon, ik zei je nu en ik zie het helemaal. Ja, oh, sorry. Oh my god. Ik dacht dat het was. Nee, ik was het. Oké, okay, Romana. Waar is de camera? De camera is hier. Hi. De jassen zijn hier. Hi. Je mag er nu één pakken, maar als het een zwart is, moet je opnieuw. Oh, Bonnie, ik vind het echt niet leuk. Jij hebt echt nog een makkelijke challenge. Ben je mee bent, maar je hebt nog een makkelijke challenge. Oké. Okay. Lekker voelen. Wat is dit? Dit voelt normaal, maar dit is zeker echt zo'n gare kleur. Hè. Is het zwart? Het lijkt nee, zwart. Nee, ik ga dit niet pakken. Okay. Ik durf niet. Want dit voelt als een... Oké, ik moet even aandenken. Wat, oh, wacht even. Wat voor jas wil ik? Praat ik echt tegen je. Wat voor jas wil ik? Een beetje een stoere jas misschien. Of een coat. Het voelt printerig. Oh, wat niet leuk. Dit voelt als een trenchcoat. Dit voelt als een trenchcoat. Oh my god, heb ik een trenchcoat? Dit voelt als een trenchcoat. Dit voelt ja, als ik een trenchcoat. Ik kan niks zeggen. Nee, weet ik. Is het zwart? Nee, het is niet zwart. Is het hier een riem? Dat kan ik ook dan niet is zeggen. Het misschien geen trenchcoat. Jawel! Aha! Dit voelt als een trenchcoat. Een trenchcoat is altijd goed, behalve als het een lelijke kleur is. Ik ben echt bang. Waarom? En of dit? Nee. Nee, ik ga voor dit. Boeien. Oké. Ja. Kijk maar. Een trenchcoat! Ja, dit is hartstikke leuk! We hebben wel geluk met die blinddoek. Oh my god, look at this. Kijk, ik leef op zo'n. Maar jij stond eerst met deze, hè? Oh, en daarna deze. Oh nee. Dat dus is hier hebben we echt geluk mee. Goed. Ja, okay, let's pas. Oh, deze is echt mooi trouwens. Ja, dan had je deze moeten. Nou, maar dan had je dit gevoeld, had je denk ik raar gevonden. Ja, hij is wel mooi verder. Nou, daar gaat ze. Ik denk echt dat je zo leuk gaat staan. Oh my god. Oh my god. Dit is echt gewoon leuk. Zie je? Ja. Ja, ik zou, love ik it. Zou het niet zo snel met die fans dragen. Nee, maar op zich. Anders, maar ik vind het idee wel echt leuk. Echt heel leuk. Het was wel een goed idee van mij, hè, met een sweater erop. Zeker. Ja, yes! En dan die dress, super leuk. Staat het ook, staat het zeker raar hè? Ja, ook nog goed. Ja. Kijk, je denkt gewoon perfecte hier... maat ook. Leuk. Oh, maar wat gebeurt hier? Wat is dat nou? Dat is echt zo jammer, want als het gewoon normaal had je dit echt gewoon... Kijk, zeg maar tot hier. Ja, achterkant super mooi. Ja. Is ook wel leuk. Dit is zo... Dit is echt heel weird.
Echt jammer. Maar superleuk. Staat je ook echt superleuk. Thanks. Echt goede maat gewoon. Ja. Ik dacht, ik ga nog eventjes hier kijken. Omdat Bonnie aan het omkleden is. En ik vind dit jurkje wel vet soms. Maar I love it. I'm ready. Oh my god. Best leuk. Ja, maar dit jurkje moet je kijken. Oh, what happened? Ja, ik heb gelukkig een zwart hemdje onder. Ja. Hele body. Oh, echt super jammer. Want maar ik vind dit super... Klein? Nee, toch? Nee, dat denk ik niet. Gewoon heel raar. Maar even het idee... Is wel echt leuk. En zelfs met, ik wou net zeggen, ja. Ik ben wel even geïnspireerd om gewoon met mijn eigen kleren thuis ook nu dan, gewoon weer even een jurk en dan met een trui erover. Ja. Ik weet altijd dat dat kan. Ja. Ik ook eigenlijk. Ik dacht het pas net aan. We waren gewoon bijna vergeten dat ze nog de jas verder op moest. Tuurlijk. Het is een beetje gek, want het is natuurlijk een beetje een winterjas, maar... Ja, dat vind ik niet zo. Nee. Het kan erger, maar ik vind het niet leuk. Het kan erger. Ja. Maar het past niet helemaal. Nee, ik vind het echt jammer dat er van die soort gaten in zitten. Dat is toch heel gek. Dat is echt, want anders stond het je echt... Oké, wacht even. Ik kom eraan, hè. Are you ready? Ja. Ik vind het best wel leuk. Het is wel mijn stijl een beetje. Oh mijn god. Dit is cool. Deze broek. Maar kijk, zie je, dit is een beetje... Nou, dat vind ik juist wel leuk, hoor. Zo, het staat je nog ook, zeg. Oh, en ik vind dat met dat ritje ook heel leuk. Ja, vind ik ook leuk. Maar die broek, dacht dat die te groot was. Dus ik heb hem alleen even opgeslagen. Echt leuk. Ja, ik ben echt in shock. Ja, je ziet er echt zo leuk uit. Wat grappig. Ik had niet verwacht. Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Ik heb gewoon ook met mijn schoenen eigenlijk gepast gewoon. Oké, nou, ik zie dus niks, hè. Maar ik weet het niet. Oh, dat is wel heel leuk erbij. Ja. Ik zie helemaal niks. Je krijgt ook helemaal van die grote ogen erdoor. Nou ja, dit is de look, maar dan denk ik van, zou ik dat... Oh, dit... Nee, oké, niet dus. Zal ik met fanny pack? Ik vind hem eigenlijk wel leuk hoe die is, denk ik hoor. Maar kijk, dit zou ik dus echt dragen. Het enige wat ik een beetje stom vind, ik doe natuurlijk alles in mijn broek. Ja. En dan vind ik dit niet zo mooi. Nee, dit. Snap ik. Snap je wat ik bedoel? Ja, het is niet perfect, maar het is wel heel leuk. Ja. Oh my god! Oké. Okay. Superleuk. Nou, grappig. Geslaagd. Ja. Oké. Okay. Oh, moest ik. Oh, mijn jas. Ga je. Oh ja. Ja, is goed. Oh, maar het is wel dezelfde kleur. Nou ja. Fuck it. Ik heb geen keus. Oh nee, dit staat niet. Nee, dit staat niet. Maar ja, je hebt hem wel gepakt. No. Oh, dit is echt niet mooi erbij samen. Maar ja. Nou, ik vind de jas niet eens stom, maar ik vind het niet echt leuk bij de outfit. I'm so sad. Maar het is wel echt leuk ook met die witte gimpen trouwens. Ja! Ja. Nee. Nice girl. Zelfs gewoon de jas past. Nou, niet als oudje. Nou, Romana heeft ook nog even dat jurkje aangedaan wat ze heeft gezien. Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet goed. Het is uitgelemmerd of zo. Kijken. Nee, het valt wel meer. Kijk. Oh, ik dacht dat je die ander had aangedaan, dat zomerjurkje. Oh nee, die moet ik ook nog aandoen. Dit is ook best leuk. Die kleur staat je wel leuk. Thank you, alleen... Maar het is wel, sorry dat ik het zeg, maar die jurk die kan je echt weggooien. Ja. Die is zo oud. Niet, maar kijk, het is zo... Dat is echt niet mooi. Nee. Maar dat gaat toch ook niemand kopen, denk ik. Maar verder, dit vind ik wel leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk. Dit staat er, hij past gewoon. Ja, hij is ook wel lang genoeg. En maar 5 euro. Maar ik zou het niet kopen, want hij is echt... Je lelijk. Ziet dat hij oud is. Ja. Ja, dat zie je gewoon. Kijk. Oh maar ja. Hier. Ja, het idee is leuk, maar... Ja. Ja, het is een beetje raar. Ik vind die flappen ook een beetje raar. Ja, hij is... Maar hoe past dit ooit? Ja, weet ik niet. Maar ik vind het op zich wel... Het idee was er, maar het is die bandjes niet... ook, heel gek. Ja, oké, guys, we zijn klaar. En ik vroeg me dag af welke outfit jullie leuk vonden. Die van Bonnie. Of die van mij. En ik vond het echt super leuk. Dus thanks dat je in mijn video wilde. Ja, ik vond het en, we zijn echt geslaagd. Alleen je gaat niks nemen, toch? Nee, nee. Ik ben heel kritisch. Anders had ik misschien wel wat genomen. Maar ja, het stond in ieder geval echt super goed. Dus dat is wel echt thanks. Nice. En ik neem... De broek. De broek. Echt super leuk. Hij is maar 5 euro, dus die gaat gewoon mee. En ja, als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer bij de volgende video. Bye. Doei.